De resortraad van Münder heeft een brievenbusproject gelanceerd, zodat ondanks de coronapandemie er toch nog kan worden gecommuniceerd met de gemeenschap. De raad wil werken aan het resortplan van 2021 en daarvoor is de bijdrage van de gemeenschap belangrijk, zegt secretaris Shailes Ramdin. Via het brievenbusproject kunnen burgers dan aangeven wat er allemaal gedaan moet worden in het resort. Ramdin zegt dat er vooral infrastructurele projecten moeten worden uitgevoerd. Hadden we de formule in gebruik namen van een brievenbus op de Pandit Pierrela school. Dat is aan de Nieuw-Charlesburgweg op de hoek van de Boontje Diefweg in Resort Münder. En vorige week hadden we de eerste in gebruik genomen. Dat is aan de Dienemarkenstraat. Dat is een beetje meer westelijke kant van Münder. Dus makkelijk te bereiken voor de buurten Münder buiten, de Boer buiten. Begin van het ringweg, Schenkensprek. En de tweede bij de Pierrela school is dus makkelijk bereikbaar voor buurten van Bloemendaal, de Schimmelpenningweg en Zijwegen, als ook Nieuw-Charlesburgweg tot de Ringweg. Dat de bewoners nu ook zo middels een brief, zonder eigenlijk ons te ontvangen, zonder met ons in contact te zijn, hun noden, hun grieven, maar ook ideeën kunnen deponeren voor ons als resortraad. Waarbij we dus heel veel zaken kunnen meenemen voor het resortplan, waarbij de participatie van de bewoners meegenomen is. Het heeft ook meer draagvlak. En zo kunnen ook acute zaken die er zijn, eventueel rechtstreeks aankaarten bij instanties, dat die opgelost kunnen worden. Hoewel de regering in financiële problemen zit, wordt er toch nog getracht low-budget projecten uit te voeren. Vooral met het ministerie van Openbare Werken is er een goede samenwerking, zegt Ramdin. Ja, dus we hebben dus ook gesproken met de districtsraadsleden. Ons resortplan gaat naar de districtraad. En ook naar het commissariaat. En ze hebben dus sowieso ook hetzelfde aangegeven. Financieel plaatje is niet wat het wezen moet. Dus de zaken die prioriteit hebben die wij aankaarten gaan sowieso wel komend jaar op de begroting geplaatst kunnen worden. Van de diverse ministeries. Dat wel acute zaken direct aangepakt kunnen worden. En de rest volgt daarna. Weliswaar zijn er wel bepaalde zaken die toch wel makkelijk oplosbaar zijn. Die waarmee we ook al bezig zijn. Als ik denk aan egaliseren van de wegen. We hebben ook gesproken met het ministerie van Openbare Werken, afdeling wegenonderhoud. En ze hebben dus wel een grid ter beschikking. Dus we hebben wel gebruik kunnen maken van die gelegenheid dat een aantal wegen reeds begaanbaar zijn gemaakt. En ook de verzakkingen die er zijn, de ernstige verzakkingen, ook via afdeling wegenonderhoud met asfalt zijn verdicht. Dus die problemen die kunnen wel snel aangepakt worden, maar als het gaat om grotere zaken, dan gaat het naar het resortplan op basis van de prioriteit zoals wij dat zien nu. Secretaris van de resortraad van Münder, Shailes Ramdin, tegenover onze nieuwsdienst. De raad heeft een brievenbusproject gelanceerd om toch nog te kunnen communiceren met de gemeenschap, ondanks de coronapandemie.